Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over Final Fantasy VII Rebirth, het middelste gedeelte van de nieuwe Final Fantasy VII Remake trilogie. En we hebben dus in aanloop hiernaartoe een aantal verschillende Final Fantasy VII games en de film uit 2005 besproken. Maar nu is het dus tijd voor een volledig nieuw avontuur. Want het einde van Final Fantasy VII Remake had duidelijk opgezet dat we in dit middelste stuk in principe van alles konden verwachten. En dat dingen zich niet zouden uitspelen, precies zoals in de oude Final Fantasy VII. Ik bedoel, niet tenminste, het feit dat Zack nog leeft in deze game is al een extreem grote verandering natuurlijk. Ze hebben dus Sephiroth, Zack en Cloud met z'n drieën op de cover van deze game gezet en ze zijn dus ook alle drie speelbaar. En dat was iets wat mij sowieso al super enthousiast kreeg, maar ik moet wel zeggen dat het Sephiroth gedeelte en het Zack gedeelte best wel minimaal zijn. En van wat ik heb begrepen is de hoeveelheid waarin deze game dus afwijkt van het origineel ook een heel stuk minder dan dat het deed in Final Fantasy VII Remake voor het Midgar gedeelte. Want het hele punt van deze game trilogie lijkt te zijn om te spelen met je verwachtingen. Dat wordt dus ook volop geuit met het einde van deze game. Ik zal hier geen spoilers bespreken, maar het is zeker een einde wat even op me moest inzinken. Aan het begin was ik misschien een klein beetje teleurgesteld. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, het is alsnog episch, maar er zijn bepaalde momenten waarin je wel een argument zou kunnen maken dat ze dat beter anders hadden kunnen aanpakken. Want er was al bekendgemaakt bij welk moment dit tweede deel zou stoppen van het originele verhaal, zeg maar. En normaal gesproken is dat dus niet een moment waarin je een grote end boss final battle moet doen. En omdat het voor deze game dus wel moet, kan je zeggen dat het misschien een beetje afdoet aan de rest van de verhaallijnen die op dat moment gaande zijn. Maar ik denk dat het uiteindelijk alsnog met deze nieuwe versie ook weet te werken. En zelfs al ben je een beetje kritisch op de manier waarop ze het einde hebben aangepakt, dan kan je niet wegnemen van dit supergrote avontuur door heel de game heen. En heb je dus gewoon al meer dan 80, 90 of 100 uur zitten genieten. Ik zat zelf dus al bijna tegen de 100 uur aan toen ik de game uitspeelde en ik heb nog steeds een aantal endgame dingen om te doen. En laat staan ook de game opnieuw uitspelen op hard. Als je terugkijkt naar Final Fantasy VII Remake had hij een platinum trofee die eigenlijk best wel haalbaar was. De game uitspelen op hard was zo'n beetje het moeilijkste wat je daarvoor moest doen. En dat is dus niet het geval met Rebirth. Voor Rebirth word je dus echt heel erg gepusht. Want je hebt dus ook nog Brutal en Legendary Challenges die zelfs nog veel lastiger zijn dan het uitspelen van de game op hard. En je moet voor de Platinum Trophy dus ook alle minigames in deze game masteren. En sommige daarvan zijn wel echt heel erg frustrerend. Dus ik weet niet echt of ik daar zin in heb om dat te doen. Want het hele minigame aspect is ook heel veel besproken voor deze game. En dat is dus ook wel iets wat het heel erg onderscheidt van de vorige. Daar had je wel een aantal minigames, maar in dit deel is het echt een essentieel en belangrijk deel. En ik was wel echt weggeblazen aan de variëteit van de minigames. Het is bijna gewoon een Mario Party of een Yakuza-achtige game qua hoe dat aanvoelt. Maar dat zorgt er dus wel voor dat je altijd gewoon nieuwe interessante dingen krijgt. Dus je kan letterlijk een versie van Rocket League spelen met Red 13 en ook heel veel mensen hebben het over Queen's Blood, het nieuwe kaartspel in deze game. En ik denk dat Queen's Blood dus ook mijn favoriete minigame is. En ik heb het dus ook in de comments al besproken. Maar ik denk echt dat als hier een app van uitbrengen, dat dat een gigantische hit kan worden. Het is gewoon een heel erg verslavend en uniek kaartspel waar ze zeker wel even over hebben nagedacht. En ook op dat vlak word je dus richting het einde van die verhaallijn best wel gepusht. En daar doet het me ook dus een beetje denken aan Yakuza, dat zelfs bepaalde minigames dus gewoon hele verhaallijnen hebben. En dat is dus hier ook zeker zo met Queen's Blood. Die wordt richting het einde opeens een beetje Alan Wake-achtig. En dat had ik dus zeker niet verwacht bij Final Fantasy VII, maar daar moet ik het dus ook heel veel credit voor geven, dat het gewoon zoveel verschillende tonen en sferen heeft en zo, maar dat ze het toch op een mooie manier weten te balanceren. Ik zei het al bij mijn review van Final Fantasy VII Remake Integrate dat dat een van de mooiste games ooit is. Maar Rebirth is dus zelfs nog mooier. Er zitten echt een aantal cutscenes tussen die je echt versteld laten staan. Die er gewoon echt prachtig uitzien. Beter dan bepaalde bioscoopfilms zelfs. En ze hebben blijkbaar meer dan 4000 verschillende stukken muziek opgenomen voor dit deel. En dat merk je dus ook wel waarom het nodig was om deze game uit te brengen op twee verschillende discs om te installeren.
Final Fantasy VII had al een van de meest iconische videogame soundtracks ooit, maar bepaalde remixes en zo die ze dus voor dit deel gemaakt hebben zijn echt prachtig. En dan qua gameplay is het op zich wel meer van hetzelfde ten opzichte van Final Fantasy VII Remake, maar een aantal van de toevoegingen in combat voegen toch wel een aantal nieuwe dimensies toe. Je hebt nu ook synergy abilities die je dus kan gebruiken met twee verschillende partyleden en ook synergy moves die je dus in principe altijd kan gebruiken. Je moet nog steeds een balkje opbouwen om bepaalde speciale commands te doen. En dat werkte dus al bijna perfect in Remake. En ik blijf erbij dat dat gewoon een van de beste actie-RPG systemen ooit is. Want de combat is op zo'n manier uitdagend dat zelfs in je eerste playthrough op normal ga je gewoon een aantal keren in ieder geval eventjes vastzitten. Maar je gaat sowieso dus ook uitgedaagd worden. En tuurlijk met bepaalde equipment, bepaalde materia's kan je bepaalde gevechten dus wel makkelijker voor jezelf maken. Maar het blijft gewoon op een hele goede manier gebalanceerd. En ik ben dus ook heel erg benieuwd hoe uitdagend die hard mode gaat zijn. En je hebt in dit geval 14 chapters aan content. En dat zijn er dus wel 4 minder dan in Remake. Maar elke chapter duurt een heel stuk langer. Ik heb dus gezegd zien worden dat in totaal de content van Rebirth ongeveer 3 keer zoveel is als Remake. En nu ik hem dus ook al heb doorgespeeld, geloof ik dat wel. Misschien kan je het op die hard mode natuurlijk wel een heel stuk sneller doen als je de cutscenes skipt en zo. Maar dat wil je tijdens je eerste playthrough sowieso niet doen. Want dit is dus ook gewoon echt een epische cinematic ervaring. Die cutscenes die zijn echt top notch. En als Japanse RPG gamer ben je natuurlijk wel gewend dat je soms gewoon een half uurtje of een uur naar een film zit te kijken. En in dit geval is dat dus wel echt mooier en beter gedaan dan ooit tevoren. En zelfs daarin vind ik niet dat de minigames per se afdoen aan de emotionele momenten in de rest van het verhaal. Je kan zeggen dat een groot deel van deze game heel erg luchtig en gewoon leuk aanvoelt door al die minigames. Maar wanneer het verhaal echt serieus moet worden, dan weet het zeker wel zijn emotionele beats te raken. Ik bedoel alleen al als je kijkt naar de verhaallijn van Barrett in dit deel. En ik vond Barrett in het eerste deel wel een tof personage, maar met zijn achtergrondverhaal hierin heeft hij opeens veel meer menselijkheid. Vind ik hem een heel stuk minder een karikatuur. En ja, Tifa is natuurlijk sowieso iedereens favoriete nieuwe waifu. En het is niet alleen door haar bikini outfit in deze game, ook al is dat zeker wel een hoogtepunt. Maar ook haar rol in het verhaal en de band die ze dus heeft met Cloud brengt gewoon heel erg veel in elkaar naar buiten. Ik denk dat Cloud bij lange na niet zo'n interessante hoofdpersoon is als die niet Tifa zou hebben. Je hebt zelf wel een beetje inbreng in bepaalde aspecten van het verhaal door het affinity systeem en op basis daarvan wordt dus gekozen met wie je op een date gaat in de Golden Saucer. De Gold Saucer is dus een pretpark die ook al opgezet was in het eerste deel. En daarin heb je niet alleen heel veel minigames, maar ook gewoon een van de tofste en mooiste omgevingen die ik ooit heb ervaren in een videogame. En binnen de segmenten van het verhaal waarin je dus langs de Gold Saucer komt, kan je ook op een date gaan. En de scène die Cloud daarin dus heeft met Tifa, die is ondertussen dus al heel veel besproken. Maar ik zal het voor de zekerheid niet verklappen hier. En ik heb mensen het ook zien hebben over bepaalde parallellen tussen het verhaal van Aerith in deze game en het overarchende verhaal van Sephiroth. Want ik zei het dus ook al in mijn review van Remake, het lijkt erop dat Sephiroth dus kennis heeft van meer dan alleen wat hij normaal gesproken zou moeten hebben op dit punt in het verhaal. En ja, ook hierbij moet ik dus voorzichtig zijn dat ik niks verklap, maar ik ben heel erg benieuwd om te zien hoe dit verhaal zich dus gaat uitspelen in het derde deel. Want hoewel dit deel dus uiteindelijk grotendeels qua verhaallijn wel heel erg trouw blijft aan de originele Final Fantasy VII, ga ik ervan uit dat dat met het laatste deel, de hele conclusie, dus waarschijnlijk wel anders gaat zijn. Maar de tweede act van je verhaal wordt natuurlijk altijd gebruikt om je personages te testen, zeg maar. En om dus echt persoonlijke conflicten te moeten overkomen. En op wonderbaarlijke wijze hebben ze dat dus letterlijk voor alle members van je party kunnen doen in dit verhaal. Ze krijgen gewoon allemaal een chapter of een missie, bepaalde momenten waarin ze echt kunnen shinen. En ik zei het dus ook al bij mijn review van Remake dat het heel knap was dat je elk personage ook gewoon heel erg anders bestuurt, zeg maar. Dat ze allemaal uniek aanvoelen in de gameplay. En daarin had je er dus maar 5, inclusief Yuffie dan met de DLC. Maar in dit deel heb je er dus in totaal 9 als je ook Zack en Sephiroth meetelt dan.
En mocht je trouwens niet tevreden zijn met de hoeveelheid Zac en Sephiroth die je kan besturen tijdens het verhaal, heb je dus in de endgame, als je eenmaal heel erg ver bent, ook nog missies voor hun om gewoon te spelen in de Combat Simulator. En ja, de Combat Simulator is natuurlijk een uitvinding van Chat Lee. En Chat Lee is voor dit deel dus ook wel een discussiepunt geworden. Want ze hebben de beslissing gemaakt om eigenlijk alle open wereldactiviteiten, alle regio's die je dus gaat verkennen, te koppelen aan Chat Lee. Je moet elke keer naar hem rapporteren. En het kan dus wel zijn dat je zijn stem na een tijdje een beetje zat bent en dat je elke keer weer gebeld wordt en elke keer weer wat kleine rotkop voor je te zien krijgt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het mij niet dwars zat, want ik was meer weggeblazen door de manier waarop ze eigenlijk elke keer nieuwe stukken content introduceren. Want Final Fantasy VII Remake was dus veel meer lineair in zijn opzet, terwijl in Rebirth krijg je dus meerdere open wereld regio's. En aan het begin zijn die regio's dus wel een beetje van elkaar losgekoppeld en kan je niet vrij uit tussen regio's fast travelen, maar richting het einde van de game krijg je dus nog de kans om gewoon wanneer je wilt terug te gaan. Maar omdat het dus elke keer in behapbare stukken gepresenteerd wordt, had ik echt de neiging om elke keer heel de regio te verkennen en alles te doen in dat gebied voordat ik doorging naar de volgende regio. Het lijkt me dus ook heel erg zonde om deze game uit te spelen in 50 uur of zo. Ik denk als je gewoon de tijd neemt en zoveel mogelijk probeert te doen, dan ga je dus inderdaad veel meer tussen de 80 en 100 aanzitten. En ja, verder kan ik dus nog wel eventjes doorgaan om nog even specifieke personages te benoemen. Maar ik kan gewoon over het algemeen zeggen dat dit misschien de meest likable en meest iconische cast voor een Final Fantasy ooit is. Maar ik denk dat ik die statement ook gewoon durf door te trekken naar dingen buiten het Final Fantasy universum. Ik bedoel, dit is een cast waarin je zeker niet kan klagen als het op diversiteit aankomt. Het feit dat Barrett en Tifa dus allebei gewoon net zulke waardige hoofdpersonen zijn als Cloud, dat zegt al genoeg. Dan heb je ook nog een Ierse robotkat met Kate Sid en een experimentele hond in de vorm van Red 13, die allebei dus ook gewoon twee van mijn favoriete personages geworden zijn. En ja, Tifa specifiek, het is dus niet alleen de bikini outfit, maar ik denk serieus dat zij nu gewoon een van de beste videogame personages ooit is. Of misschien zelfs gewoon een van de beste vrouwelijke personages ooit. En van wat ik heb gehoord krijgt Tifa alleen nog maar een belangrijkere, nog meer emotionele rol in de derde acte van dit verhaal. Dus daar kijk ik zeker naar uit nu. Want in de originele Final Fantasy VII Rebirth had ze dus in dit gedeelte van het verhaal eigenlijk minder te doen. Maar voor Rebirth hebben ze er dus gewoon een veel grotere rol gegeven. En ik denk dat dat uiteindelijk echt de tijd en moeite waard was. Dus ja, ik ben super blij met Final Fantasy VII Rebirth. En ik hoop nu eerlijk gezegd dat Final Fantasy VII Reunion, zal ik hem voor nu maar even noemen. Ik denk dat ze ergens wel balen dat ze die titel al gebruikt hebben voor Crisis Core nu. Want die zou wel perfect passen bij het derde deel. Maar als het inderdaad Final Fantasy VII Reunion wordt, dan verwacht ik dat we die pas krijgen aan het einde van de levenscyclus van de PlayStation 5. Dus we moeten nog wel een paar jaar geduld hebben helaas. Maar voor nu hebben ze wat mij betreft zeker Final Fantasy VII Remake overtroffen. En het is niet alleen dat het gewoon meer content is, het is ook de kwaliteit van de content, denk ik. Want mensen klaagden een beetje dat er filler zat in dat eerste deel. En dat kan ook wel gezegd worden over deze tweede. Maar in beide gevallen stoorde het me gewoon totaal niet. Het zijn gewoon allebei echt waardige toevoegingen aan de werelden van deze games. Dus het jaar is nog vroeg, maar ik weet vrij zeker dat dit een hele sterke kandidaat is voor Game of the Year dit jaar. En ik denk dat hij dus nu voor mij persoonlijk Like a Dragon al heeft overtroffen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie van Final Fantasy VII Rebirth vinden. Zijn jullie er nog mee bezig? Ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen niet zoveel vrije tijd hebben gehad als ik de afgelopen weken. Maar dat was dus ook wel echt even het perfecte moment ervoor. Laat me weten wat jullie ervaring met de game is tot nu toe. En ook jullie theorieën voor Final Fantasy VII deel 3 of Reunion of hoe je hem ook wilt noemen. Zet er wel even een spoiler warning voor. Maar voor nu bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.